Vice-president Ronnie Brunswijk die heeft er maar kort willen reageren op hetgeen vandaag naar voren is gekomen. En dat is dat de parlementariërs Obed Kanapé en Edgard Sampi percelen hebben gehad op het Sabaku-project Paramaribo Noord. En de vice-president die zegt er geen problemen hierin te zien. Zou het gaan om grote stukken grond, zouden zij meerdere aanvragen hebben, dan had ik er wel probleem mee als ABOP-voorzitter, als vice-president. Oh, de Sampi, Sampi, kom snel. Kom hier, kom hier. Zo'n grote kie. Kom nou. Maar je bent hem te gaan gewoon via naar... Kom maar naar binnen. Ja, kom maar. Kom maar naar binnen. Ah, Mr. Vito. Ja, kom maar. Oh, dat is goed. Maar je radio, maar ik heb dat meer archie. Ja, ik ben wel reageerd op aan dat die over haar beschuldiging. Nee, reageer, want ik weet dat Sampi al eerder had gevraagd. En dan ook dat ik doe dit, hij heeft een lange bereidverklaring. En dan heb ik dat ik praat met de minister voor me. Maar van hem weet ik niet, maar in ieder geval, alle burgers mogen een stuk grond. Alles zijn parlementariër, hij mag krijgen. Ja, maar van Sampi weet ik, want dat heb ik gehoord. Sampi heeft ook gehad bij Sabaku Vida. Nee, dan ga ik hem aanspreken, want dat was niet de afspraak. En inderdaad, was hij goed met een bereidverklaring, niet van onze periode. Ik zie bijvoorbeeld voor vorige week had hij een bereidverklaring. Dus dat hebben ze. Nee, als hij een bereidverklaring heeft betaald, heeft aanvaard, dan moet hij krijgen. Ja? Maar Sasa, dus met Taki VP, ze hebben het kruis, daarom de zegen de schriftje, daarom de kies zo snel. Nee, het is niet waar. Als hij een beroep doet, bijvoorbeeld, natuurlijk gaat een bepaalde mensen sneller krijgen. Dat moet je begrijpen. Dus normaal om kon lauwe volk. Hij moet niet veel krijgen, hij moet één stuk krijgen en hij heeft recht op, dan moet hij het krijgen. Misschien is het sneller gegaan dan die andere, maar het is niet binnen één dag gebeurd wat we hadden gezien, dat vandaag aanvraag, vandaag die zeeverklaring, vandaag diezelfde dag gehad. Ik denk niet dat het bij hem het geval is. Die processen zijn gewoon gelopen hoe ze moeten zijn. En hij heeft gehad. En hij heeft niet één dag gehad. En het is ook niet zomaar, ik was daar op de hoogte, dat hij heeft gevraagd. En hij heeft ook recht op als Surinamer om een stuk grond